Het is de bedoeling dat dit mijn nieuwe kledingkast gaat worden. Ik ga het zien. Jij ook. Voordat we aan de kledingkast gaan beginnen, want dit idee heb ik echt al een hele tijd. En dit is op dit moment de huidige situatie. En dit was bedoeld voor een paar maanden tijdelijk. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. En dit rek heeft de beste tijd wel gehad. Want is een beetje uit zijn element gegaan, zeg maar. Op zich niet erg. Ik heb nu al het hout liggen wat ik denk ik nodig heb om hier dus een kledingkast te maken. Het idee is dat hier een hanggedeelte gaat komen. Hier gaat hij. Hier komt een plankengedeelte aan deze, dit is het middelste stuk. En dan komt hier mijn kaptafel, waar dit dus allemaal in moet. Maar goed, alleen de bovenste laadjes zijn make-up dingetjes. De onderste lades, die vier, dat zijn lades waar kleding in zit. Nou ja, en zoals je hier ziet, hier hangen dus ook heel veel jasjes, allemaal dubbel, omdat het gewoon op dit rek gewoon... Dit rek kan het niet aan. Nu heb ik ook geen enkel idee of mijn plan gaat lukken. Ik denk het wel, want ik heb een plan. Ik heb er echt al heel lang over na kunnen denken. Maar goed, dan moet het ook uitgevoerd worden natuurlijk. En ik moet je ook zeggen, ik zie hier ook al heel erg lang tegenop. Gewoon omdat het best een flink project is. Dus wat ik me heb voorgenomen is, we gaan stukje voor stukje voor stukje gaan we het doen. Panelen maken, zodat één gedeelte klaar is, het volgende gedeelte en dan zo. Goed, naast dat het pallethout is, heeft het dus allemaal verschillende maten, lengtes, breedtes, noem het maar op. Dus dat wordt nog best wel, denk ik, een uitdaging. Maar het kan ook zomaar zijn dat alles in elkaar past, precies zoals ik het bedacht heb. Hè? Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook. En mocht je nou denken van, jeetje Karin, je kan ook gewoon een kast kopen. Ja, daar heb ik ook aan gedacht. Maar ik wil gewoon eigenlijk heel graag hier een kast van pallethout. En wat moet je dan nemen? Gewoon ook echt pallethout. Ja, en dat is, dat is een heel werk. Maar goed, vandaag is het een droge dag. Dus ik dacht, nu moet ik mijn kans pakken. Nu heb ik de hele dag de tijd om eraan te werken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga je meenemen. Oké, en om je nog even een beter idee te geven. Dit is dus het idee. Het hanggedeelte. Een plankengedeelte en hier komt mijn kaptafel. En dan zit hij strak tussen de muren in. Dus dat is het idee. Dit is dus niet goed, maar dit is wat het moet gaan worden.
We zijn bij dag 3 aangekomen. En we zitten op mijn slaapkamer. En ik ga je zo laten zien hoe het op dit moment met de kast gesteld is. You're gonna be amazed gewoon. Het is fantastisch. En ik heb... het was inmiddels alweer eergisteren, maar op dag 2 heb ik dus niet zoveel gefilmd. Alleen maar de kleine clipjes die je net gezien hebt. En het was omdat mijn broer mee ging helpen. En die wilde liever niet op de video, dus dan ga ik ook niet filmen natuurlijk. Ik heb alleen maar die hele kleine filmpjes, clipjes gefilmd die je net gezien hebt. Maar goed, ik ga je nu weer meenemen, want we gaan hem afmaken in die zin. Ik laat het je even zien. Tada. Ik heb al mijn kleren erin gelegd en opgehangen. Ik kan gewoon nu alles kwijt, wat super fijn is. Maar hij heeft nog een dak nodig. En dat dak, dat ga ik vandaag maken. Dat wil ik er gewoon op hebben. Ik wil dat gedaan hebben. Ik heb er hout voor liggen in de schuur, dus dat ga ik straks doen. Ik heb mijn trap alvast neergezet, want ik ben niet zo heel groot, dus ik heb een trap nodig om aan de bovenkant te komen. Maar look at this. Dit begint ergens op te lijken. Hier komt nog een kaptafel. Die wil ik ook nog maken, maar ik denk niet dat ik dat vandaag ga redden. Misschien dat ik wel aan ga beginnen, maar dat is hier. En dit is dan vervolgens de achterkant van de situatie. Die kast, die gaat nog naar mijn hobbykamer, maar dat is weer een nieuw project. Eerst moet dit af, deze kast, en dan ga ik dat daarheen verhuizen. Maar dan moet deze kast eerst helemaal leeg zijn. En dat betekent dat deze kast dan helemaal klaar moet zijn, inclusief kaptafel. Want in deze witte kast zitten al mijn make-up spullen en mijn haarspreetjes en deo's en allemaal dat soort toestanden. En die moeten daar komen. Dus we gaan nu het dak maken. Dit is het idee. Deze lat is de langste die ik heb. En daarachter komen dan nog meer natuurlijk planken. Maar die zijn een heel klein stukje te kort. Dus dat moet ik fixen. Maar verder gaat het goed komen. En zo moet hij worden. Dus ik ga hem vastschroeven. Exciting. Oh ja, en begrijp even goed. Dit is geen tutorial hoe je dit moet doen natuurlijk, deze video. Hè? Dit is gewoon, ik laat stukjes zien van wat ik doe. En ik vergeet echt heel veel te filmen. Sorry daarvoor, maar ik hoop toch dat je het leuk vindt om mee te kijken. Maar ja, ik ga vastschroeven. Warm hierboven. Dag 4 volgens mij, als ik het goed geteld heb. En het is tijd om daar mijn kaptafel te gaan maken. Ik heb mijn oude broek aangetrokken. Mijn klusbroek. En ja... Ik heb in mijn hoofd zitten hoe ik het ga doen.
En we zullen zien of dat ook zo gaat lukken. Ja. Nog even besloten om ook maar een ander shirt aan te trekken. Want dat witte shirt is natuurlijk helemaal geen goed idee. Dit is dus hoe het moet gaan worden. En nou ja, zoals je zag, zo ziet het er nu uit. Dus ik ben benieuwd. Ik ben een beetje stuk, maar ik heb de paneeltjes af voor de die ik wil gaan, die zijkantpaneeltjes, zeg maar, voor de planken, voor onder de kaptafel. De planken zijn klaar. Alleen nu heb ik niet de goede schroeven, dus niet de goede lengte schroeven, om straks de kaptafel en die zijpaneeltjes aan elkaar vast te kunnen maken. Dus ik mag nog een keer naar de Bob de Bouwmarkt. En dan ga ik die zo nog even halen. Maar eerst even schroeven zijn binnen. Tijd om de boel te gaan schuren. En dan gaan we het boven installeren. Zweetheet krijg je het van klussen. Echt. Maar goed, ik hoop dat alles gaat passen. We gaan het zien. Kijk je mee? Deze gaat natuurlijk nog die kant op. Die staat nog los. Dit is nog los, maar ik wilde even weten. Maar zie je even hoe strak water past, mensen. Je mag me voortaan ook Bob Karen de Bouwer noemen. Aangenaam. Ik ben stuk. Helaas zit er één klein foutje in. Nou ja, klein. Kijk. Hij steekt iets over. En dat komt waarschijnlijk gewoon omdat de muren niet recht zijn. De vloer is niet recht. Er is niks in huis ooit recht natuurlijk. Maar man, man, man. Maar goed. Hij staat. Goed, ik ga hem nu dus leegmaken. Of ja, niet nu, maar ik ga hem leegmaken. En dan ga ik hem helemaal in de lak zetten, van top tot teen. En dan ga ik hem nog inrichten, decoreren. Ik wil nog plantjes, ik wil nog een spiegel. Ik wil mijn sieraden kwijt kunnen. Ik wil nog allerlei leuke dingetjes neer gaan zetten. We gaan deze kast en kaptafel inmiddels afmaken. En dat betekent schilderen. Ik heb vandaag gewerkt. Het is inmiddels al avond. Maar ik wil gewoon zo graag dit af hebben. Want ik vind het gewoon zo tof. Dus ik heb mezelf bij elkaar geraapt. En ik ga aan de slag. Het staat daar klaar. Ik heb gisteren ook al een klein beetje daar gedaan. Maar dit moet nog en dat moet nog. En ik weet ook niet of ik genoeg verf heb. Maar goed, dat gaan we zien. Gisteren een tegenvaller gehad. In die zin iets waar ik een beetje gefrustreerd over ben. Dus daarom heb ik gisteravond laat nog dit staan schilderen. Gewoon even die frustratie eruit. En dat hielp. Ik voel me een stuk beter daarna. Maar goed, anyway, schilderen.
heb besloten dat ik toch nog even zo 's avonds, terwijl het donker is buiten, deze spiegel alvast wil gaan schilderen. Kijk, dit is de spiegel. Er zitten in die twee vakjes ook nog laadjes, maar die staan ernaast. Ik ga eerst in de grondverf zetten, want hij heeft best wel veel van zulke plekken. Dus ik vind het ook wel mooi. Maar ik ga hem met een roze kleur, ik zal hem even laten zien, schilderen. En dat is deze. Ik weet niet of je het helemaal kan zien. Dit is vintage pink. Dus ik weet helemaal niet of ik dit leuk ga vinden. Maar dat ga ik meemaken. En we gaan hem eerst in de grond, of ik ga hem eerst in de grondverf zetten. Want hij is nu ja, te ruw, zeg maar. Of hij heeft te veel donkere plekken om er meteen met die kleur overheen te gaan. Dan krijg je al die plekken er doorheen te zien. En dat is, met wit vind ik dat heel leuk. Maar met dit roze weet ik niet zeker of ik het leuk vind. Dus eerst in de grondverf. En als dat droog is. Dan ga ik hem schilderen met dat roze. Een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag. Het is al bijna middag trouwens. Maar ik ben gisteravond laat toch nog begonnen aan de roze kleur. Ik ga hem je natuurlijk zo even laten zien, want hij is echt heel erg leuk geworden. Hij heeft zeker nog minimaal één laag nodig, maar dit heb ik al gedaan. Maar hij heeft dus nu nog een tweede laag nodig, dus dat ga ik nu doen. En dan ben ik heel benieuwd. Sorry, je zag er niks van. Dan ga ik nog een tweede laag doen en dan ja, ben ik benieuwd of dat genoeg is of misschien nog een laag op moet. I don't know. Ik moet er even nog een paar kattenharen afhalen, want die besloot dat de spiegel ook een fijn plekje was om te liggen. Maar goed, ik ga hem nu nog een laagje geven en dan zullen we zien of dat al genoeg is. En terwijl de spiegel staat te drogen, gaan we met deze aan de slag. Deze is de bedoeling, ik heb er twee, dat die hier komen te hangen voor mijn sieraden. Dat lijkt me heel tof. Maar we gaan ze wel even een kleurtje geven. Dit wil ik grijs hebben en dit wil ik even opnieuw schilderen, want dat is niet meer zo mooi. Dus ik ben benieuwd of dat lukt. Ik weet niet of ik dit los krijg. Inmiddels is het hier een beetje een ravage aan het worden in mijn slaapkamer. Dus dat ga ik eerst nu opruimen, zodat ik zo meteen alle plekken heb om langzaamaan mijn kaptafel in te gaan richten. En zodra die borden droog zijn, ze hier neer te hangen, dan begint het ergens op te lijken. Dus ik ga eerst die rotzooi nou opruimen, want ik kan echt natuurlijk niet meer. Nou, dit is een beetje zoals ik het bedacht had. Super blij mee. Dus nu ga ik dit allemaal inrichten. Ga ik al mijn make-up spullen, mijn deo'tjes, mijn geurtjes en al die dingen allemaal hierheen verplaatsen. En hieronder in de kastjes, in de mandjes. Dan alles opruimen en afstijlen, zoals ze dat noemen. Ik heb nog een heel leuk kleedje voor op de grond. En dan is het echt helemaal klaar deze kant. Dan ben ik al klaar mee, maar dan is deze kant klaar zoals ik het voor ogen had en zoals ik het graag wilde. Dus laatste loodjes en dan is het gedaan.
Het was een hele klus. En het was een jaar geleden een idee dat ik dacht, nou, dat zou best cool zijn. En nu heb ik het gewoon gerealiseerd. Ik heb het gewoon gemaakt met mijn eigen handen, vanuit mijn eigen gedachten, vanuit mijn eigen visie of idee of hoe je het wil noemen. En het is echt fantastisch geworden, al zeg ik het zelf. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ik vond het heel erg tof om dit te creëren. Het heeft me echt heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Het ging echt allemaal niet zomaar vanzelf, maar het was wel heel tof om te doen. Ik ben super trots op mezelf. En ik hoop dat ik jou een beetje heb kunnen inspireren. Dat je alles kan wat je denkt. Waar je aan denkt. Dat alles wat in je gedachten opkomt, is mogelijk. Nou, voor mij is dit een klein stukje bewijs daarvan, voor mezelf, van heb vertrouwen in jezelf. Want je kan inderdaad zoveel meer als dat je denkt. En alles wat me ooit verteld is en alle overtuigingen die ik heb gekregen, die ik heb ontwikkeld, die ik ben gaan geloven, heel langzaam brokkelen die stukje bij beetje, brokkelen die af. En inderdaad, alles is mogelijk. Kijk wat je kan creëren. En ik ben daar niet uniek in, hè. En ik maak dit soort video's niet om op te scheppen. Ik maak alleen deze video's om ze met je te delen. Om te laten zien dat je... 2 jaar geleden, hè, zat ik in een burn-out. Kon ik helemaal niks meer. Kon ik amper 10 minuten buiten wandelen. Kon ik niet meer praten, amper. Kon ik geen boek meer gelezen. Kon geen, wat zeg ik nog, geen zin gelezen krijgen. Ik kon geen appje gestuurd krijgen. Ik kon helemaal niks meer. Ik zat zwaar in een depressie en in een burn-out. 2 jaar later... Echt 2 jaar later. Je kan zoveel meer als dat je zelf denkt. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik je een beetje heb mogen inspireren. En ik zie je heel graag weer bij een volgende video. Vergeet je niet te abonneren. En als je helemaal tot het einde van deze video bent gekomen. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei!